Jan, je hebt een beetje spierballentaal gekregen, want je wil Sven Kramer verslaan. Ja, zeker. Maar ik denk dat je ook voor de eerste plek moet gaan, toch? En niet altijd maar genoegen nemen met plekken die achter de winnaar komen. Nee, maar ja, goed, ik ben gewoon ambitieus en ik heb het inderdaad uitgesproken. Alleen voor mij gaat natuurlijk aan het eind van het seizoen gaat het belangrijk worden. En ja, ik denk afstanden zie ik gewoon als mooi opstapje daar naartoe. En ik ga gewoon lekker rijden. En ja, goed, ik ga iedereen aanvallen, denk ik. Maar hij is je ploeggenoot. Is het dan wel netjes? Nou, waarom niet? Je bent ploeggenoten, maar op het ijs zijn concurrenten, dus. Nee, maar hij komt terug van een blessure, zo bedoel ik. Ja, maar ik denk dat Sven ook al hoge verwachtingen van zichzelf heeft. En Sven doet ook altijd alleen maar mee om te winnen. En ja, misschien dat in de rest van het veld daar ook verandering moet komen. Tenminste, in de mindset. Wat verwacht je van het komend weekend? Nou, ik verwacht dat ik goed mee ga doen. En ik sta er goed voor, fysiek. En ik ben nu nog met de schaatsen een beetje de juiste afstelling, de ultieme afstelling aan het nastreven. Maar het voelt gewoon goed op het ijs en ik heb er heel veel zin in. Ik ben er gewoon klaar voor. Liever vandaag dan morgen sta ik eigenlijk. Dus, het lijkt wel of heb je techniek veranderd. Klopt dat? Nou, je bent natuurlijk ieder jaar en eigenlijk ben je iedere dag bezig met je techniek om het te perfectioneren. En, we hebben natuurlijk veel geshorttrackt dit jaar. Je was zelf bij in St. Moritz. En, nou, ik denk wel dat ze vrucht heeft afgeroepen op het ijs. Dat ik gewoon meer controle en meer vanuit mijn druk in de bocht kan rijden. Ja, je wilt je bil, en ja, bil, dat is dan de uitdrukking. Je wilt je bil wat meer gebruiken. Ja het is, we proberen wat meer vanuit de bil te schaatsen in plaats van uit het bovenbeen of de knie. En op die manier stuur je eigenlijk beter je schaatsen in plaats van dat je maar puur afzet. Maar het is eigenlijk efficiënter rijden. En, dat proberen we. Kan je vorig jaar nog herinneren, de NK afstanden? Op wat voor afstand had je toen geplaatst? Geen één afstand. Ja. En nu? Nu hoop ik op 2 afstanden en misschien wel meer.